Welkom bij Focus. Wie geïnteresseerd is in politiek en wil weten hoe de Osse raadsleden te werk gaan, kan al enige tijd als gast van de raad een raadsvergadering bijwonen. Het initiatief is succesvol en krijgt een vervolg. En dan is er ook nog de cursus Politiek Actief. Beide initiatieven zijn bedoeld om Ossenaren enthousiast te maken voor de lokale politiek. Hierover te gast raadsgriffier Roger van den Akker en fractievoorzitter van GroenLinks Gerbert Lucassen. Welkom. Ja, het doel is dus die mensen enthousiast te maken voor de lokale politiek, maar is dat nou zo hard nodig? Ja, ik denk het wel. Het is altijd nodig om mensen geïnteresseerd te houden in de politiek. Er is altijd nogal een grote kloof tussen politiek en de burgers, de bevolking van Os. Het is denk ik een goede zaak om mensen te laten weten hoe het werkt in de politiek, hoe besluiten tot stand komen en ook hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op wat er in de raadzaal gebeurt. Ja, er zit dus nog een kloof. Zijn jullie dan ook bang om straks in de toekomst te weinig raadsleden te hebben? Nee, bang zijn we helemaal niet, want het loopt storm voor de kandidatenlijsten. Maar op zich is het wel heel belangrijk dat inwoners zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de politiek. Ja, even over die initiatieven. Gast van de Raad, daar bent u vooral bij betrokken en eigenlijk bij beide, maar dat is natuurlijk ook een initiatief van u. Mensen krijgen dan de kans om een raadsvergadering bij te wonen. Maar hoe ziet dat er nou uit? Want er zit wat voor en achteraf ook nog wat bij. Ja. Hoe ziet zo'n avond eruit? Ja, Marianne Zondag van het CDA en ik hebben samen een initiatiefvoorstel ingediend. En dat is breed ondersteund in de gemeenteraad. Mensen worden uitgenodigd, kunnen intekenen bij de Griffie. Acht per keer zijn er gemiddeld geweest de laatste jaren, maximaal is 10. Om 6 uur worden mensen ontvangen met soep en een broodje. Altijd door iemand van de Griffie en een raadslid van de oppositie en van de coalitiepartij. Daar hebben we een soort rooster van, dus om de beurt. Dan vertellen we aan de hand van de agenda van die avond wat het politieke werk inhoudt. Het is een bezoek bij een raadsvergadering, maar we vertellen uiteraard ook over podiumbijeenkomsten, advies en opinierende commissie, hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dan begint de raadsvergadering. De gasten mogen mee naar de publieke tribune onder begeleiding van iemand van de Griffie. Fluisterend kunnen er dan vragen gesteld worden, zolang de burgemeester het maar niet hoort als voorzitter. En daarna worden de gasten ook uitgenodigd in het bedrijfsrestaurant voor een borrel en kunnen dan contact hebben met alle raadsleden. Dus het is ook een beetje navergaderen eigenlijk? Ja. Ja. Dus een vrij volle avond is dat dan? Dan is er nog de cursus Politiek Actief. Het is eigenlijk een heel ander initiatief, maar beide hebben wel een beetje hetzelfde doel, hè? Ja, zeker. Hetzelfde doel eigenlijk, want we willen mensen laten leren hoe het is om bij de politiek te zijn en wat er gebeurt in het gemeentehuis en hoe besluiten tot stand komen. Dat willen we laten zien. Ja, u bent daarbij betrokken. Hoe ziet die cursus eruit? Hoe is dat opgebouwd? Er zijn 3 cursusavonden op dinsdagavond op het gemeentehuis. We hebben er al 3 gehad en de laatste avond is donderdag 3 juli. Dan krijgen we een extra aflevering van Gast van de Raad. We noemen dat Gast van de Raad XL. Dan gaan alle cursisten naar de raad toe. Die 3 cursusavonden zijn dus al geweest. We hebben wat verteld over hoe wordt Nederland nou bestuurd. Hoe werkt dat nou met de Tweede Kamer en in Europa. En langzamerhand zijn we ook naar de Os-situatie gegaan. Daar hebben we verteld hoe het in Os nou werkt. Hoe is het Ossencollege nou opgebouwd. Hoeveel raadsleden hebben we nou in Os. En op die manier hebben de mensen een beetje kennis kunnen maken met hoe het in Os eraan toe gaat. Ja, en wat is uw rol binnen die cursus? Nou, ik heb vooral verteld hoe het echt in Os werkt. En welke commissies we allemaal hebben en wat een podiumbijeenkomst is. En ook hoe mensen in Os iets op de agenda kunnen zetten met een burgerinitiatief of een brief schrijven. Echt vertellen van op deze manier kun je invloed uitoefenen op wat er gebeurt in Os. En dat is belangrijk. Ja. Ja, u bent dan raadsgriffier, u bent fractievoorzitter GroenLinks, maar dus ook raadslid. Hoe is het nou om raadslid te zijn? Raadslid te zijn is geweldig. Het is nog steeds een eervolle taak om te mogen uitoefenen. Met heel veel hoogtepunten en af en toe een dieptepunt. Maar het is vooral erg leuk om te doen. Ja, want u zegt het met een lach op uw gezicht. En dat enthousiasme probeert u natuurlijk over te brengen met beide initiatieven. Ja. Ja, u zegt het is leuk om te doen, maar wat maakt het dan zo leuk? Je doet mee. Je bent je bewust dat je een groep kiezers vertegenwoordigt. Nou, en GroenLinks gedachtegoed vertegenwoordigt. En dat vertaal je in de praktijk naar concrete dingen. Zeker. Ja, je zegt GroenLinks, maar dit is natuurlijk bedoeld om mensen gewoon in zijn algemeenheid voor politiek te interesseren. Ja. Niet om mensen te trekken naar GroenLinks. Nou, maar dat is wel een leuke bijvangst voor alle partijen. Is dat waarom u het doet? Gisteravond bijvoorbeeld hebben alle partijen 2 minuten de tijd gekregen, echt met de tijd in beeld, om zich te presenteren aan de cursisten.
Alle partijen. Ja. Nou, ik zal en dan denkt u, we kunnen uit die cursisten nog een paar... Sterker nog, we hebben één nieuw lid als GroenLinks, van andere partijen weet ik dus niet. Dus u heeft puur bijbedoelingen hierbij? Dat is een mooie bijvangst. Ja. Maar in de algemeenheid is het sowieso mooi, want je merkt dat het zeer betrokken cursisten zijn. Na 50 vind ik ook echt, het is echt een parallel gegaan. Twee groepen, zo groot was maar het aantal aanmeldingen. En ze zijn echt prettig kritisch ook, word je bevraagd. Ja, nou, dit ging natuurlijk ook over inhoudelijk. Zeker als u zegt van we hebben er een lid bij en we willen graag ook GroenLinks hierin naar voren laten treden. Maar uiteindelijk heeft u gewoon een baan en doet u het raadswerk erbij. Klopt. Ja. Hoeveel werk kost dit? Het zijn eigenlijk twee banen. Ik denk dat ik gemiddeld zo'n 20... Ik werk 32 uur, een normale baan. En zo'n 20 tot 30 uur wel raadswerk. Maar, omdat ik fractievoorzitter ben. Maar dat is geen enkele punt. S'avonds om 7:30... Ik ben eigenlijk bijna iedere avond wel bezig met de gemeenteraadspolitiek. Allerlei niveaus. Maar het geeft gewoon nieuwe energie. S'avonds na het eten is gewoon totaal anders. En nieuwe positieve energie. Ja. En dat is heel, heel prettig. Ook samenwerking met andere partijen trouwens. Met z'n allen kun je heel veel doen voor de gemeente. Ja, u bent beide eigenlijk heel positief over die initiatieven en om mensen erbij te betrekken, om de bevolking erbij te betrekken. Maar ja, heel veel mensen gaan gewoon niet stemmen. Dus u zegt, ik heb eigenlijk twee banen en ik werk er keihard voor, vind het ontzettend leuk om te doen. En dan zeggen die mensen op straat, ja, maar politieke partijen houden hun beloftes niet. En daar staan jullie dan beide. Ja. Is dat niet zuur? Nee, ja, die mensen op straat valt best wel mee hoor. Over het algemeen zijn de reacties best positief. Ja, de opkomst ligt rond de 50% denk ik bij gemeenteraadsverkiezingen tot nu toe. Maar ja, in 2011 maar 42. Ja, dat is heel weinig. Procent, ja. Ja, nu met de Europese verkiezingen was 36%. Maar ja, goed, het is niet anders. En op deze manier proberen wij toch meer mensen erbij te betrekken. Dus ja, maar is het niet zuur? Want u bent met die cursus bezig en dan... Ja, dan mag u hopen dat in ieder geval die mensen die zich daarvoor hebben aangemeld gaan stemmen. Maar... Nou, het is wel leuk. We hebben in het begin van de cursus gevraagd aan de cursisten wie van jullie hebben gestemd. En ze hadden allemaal op één na hun vinger opgestoken. Dus ze hadden allemaal gestemd. En eentje mocht niet stemmen, want die was nog te jong. Dus die mensen die daar waren zijn in ieder geval allemaal erg gedreven. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als zij ook gaan vertellen over wat ze gezien hebben. Ja, maar u wil juist die mensen bereiken die vinger niet opsteken. Juist. Ja, En hoe bereikt u die dan? Want dat betekent dus dat er mensen naar die cursus toe komen die eigenlijk al wel een beetje interesse hebben in die politiek. Precies, terwijl jullie hier zitten om die mensen die niet geïnteresseerd zijn enthousiast te maken. Ja, het zou heel mooi zijn als die mensen erover gaan vertellen en het doorvertellen. En ook mensen aandragen straks voor gast van de raad. En dat ze zoveel mogelijk mensen naar het gemeentehuis gaan en in contact komen met de partijen. En dan zal de dus het de moet opkomst... een soort sneeuwbaleffect worden. Dat zou heel mooi zijn. Ja, want tot nu toe was gast van de raad alleen bij raadsvergaderingen. We overwegen nu ook om te gaan experimenteren met gast van de raad bij commissievergaderingen. Ja. Omdat daar inhoudelijk vaak meer dossiers besproken worden. Ja. En we gaan ook richting de verkiezingen ook richting scholen. We hebben ook een initiatief om scholen naar onze gemeenteraad toe te krijgen. Een aantal scholen hebben al enthousiast gereageerd. En op die manier hopen we ook de jongeren en jeugd in aanraking komen met de politiek. En ook dat weer gaan doorvertellen aan thuis in het gezin en aan familie en aan vrienden. Ja. Om zoveel mogelijk effect te krijgen. Komen er nou ook vragen van beide groepen af? Van wat mensen ook gewoon zeggen is dat politici zakkenvullers zijn. Hè? Die zitten daar een beetje op het plus een beetje geld in. Nou, er werd wel een concrete vraag gesteld van wat brengt het nu op? Nou, daar hebben we ook keurig antwoord op gegeven. Dus mensen hebben dat idee, maar... Zijn jullie het daarmee eens? Is dat ook zo? Nee, dat is absoluut niet zo. Nee, politici, en zeker in Os weet ik het, dat het absoluut geen zakkenvullers zijn. Nee. We krijgen een minimale vergoeding. Er wordt praktisch niets extra's gedeclareerd. Ook niet door het college trouwens. Maar dat is in Os zeker geen zakkenvullers imago. En je merkt ook, toen wij die vraag beantwoorden, iedereen beantwoordde die vraag ook gewoon open, dat de cursussen eigenlijk verbaasd waren dat het zo weinig oplevert eigenlijk financieel. En zeker als je ziet hoeveel werk en tijd je mee kwijt bent. Dus het is echt bijna twee banen naast elkaar. En dan is dan kun je zeker niet spreken van zakkenvullers en ons. Nee, dus er is echt een passie voor nodig om dit echt te gaan. Gedrevenheid en dat merk je. En dat merk je in de raad, maar dan merk je gelukkig bij de cursisten ook. Dat er ook mensen bij zaten die enorm gedreven waren om er iets van te maken en om iets te gaan toevoegen. En ja, dat is mooi. Daar zijn we naar op zoek. Ja. Ja, u bent raadsgriffier, een heel andere functie natuurlijk. Ja. Wat moet u allemaal precies doen? Nou, de raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad. Dus om te zorgen dat ze goed hun werk kunnen doen.
Dus als, dat kan zijn individuele coaching, maar het kan ook zijn dat we zorgen dat we dit soort dingen organiseren. We helpen de raad eigenlijk om goed in positie te komen, om goede besluiten te kunnen nemen, om transparant te kunnen zijn, om te zorgen dat er een zorgvuldig besluit komt. Daar helpen we de gemeenteraad mee. Ja. Politiek actief is bijna ten einde, hè? Er was nog maar één bijeenkomst. Ja. Er zijn twee groepen die parallel lopen. Ja. Komt daar nog een vervolg op? Op politiek actief? Ja. Nou, ik help het wel hopen, want het is een heel groot succes geworden. Ik kan me voorstellen dat we tegen de volgende verkiezingen aan daar weer zoiets op gaan starten. Maar in de tussentijd kunnen mensen natuurlijk altijd gast van de raad blijven. Dat is een initiatief wat gewoon doorgaat, wat Gebert straks zei. En ik hoop dat er de komende jaren heel veel mensen gast van de raad zullen zijn. Dat we heel veel mensen kunnen bereiken bij de gemeenteraad. Ja. En dan naar die scholen nog. En die scholen die moeten zeker ook blijven. Ja. En gast van de raad gaat door. Gaan we waarschijnlijk uitbreiden met commissievergaderingen. En bij GroenLinks zijn alle fractievergaderingen openbaar. Dus we hopen daar ook nog cursussen te treffen. En dat hoeft helemaal niet per se mensen met GroenLinks gedachten te zijn. Wij worden graag gevoed door mensen met andere meningen. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Tot zover Focus. Meer nieuws is te vinden op onze website www.d-tv.nl. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.